Als ik had gedacht dat Daan voortaan altijd op het roepen van zijn naam zou reageren, had ik het mis. De tijd van loopse teefjes brak aan en hij kreeg het druk. Hoorden mannetjes verzamelden zich rond het vrouwtje dat in de mood for love was en vochten om haar gunsten. Voor het eerst in zijn leven moest Daan de concurrentie aangaan met mannetjes om wie hij het liefst met een boog heen liep. En al was hij vast de mooiste en sensueelste jongen van allemaal, de vrouwtjes letten ook op andere eigenschappen. Wat voor criteria ze daarbij hanteerden, is me nooit duidelijk geworden. Er gebeurden rare dingen die me niet gezond voorkwamen. Een teefje van nauwelijks 1 Engelse voet hoog liet zich bespringen door een herdershond. Ze piepte hartverscheurend, maar niemand schoot haar te hulp. Zouden in geval van bevruchting de genen van die twee wel sporen? Zouden de embryo's niet veel te groot worden voor dat minuscule hondenlichaampje? Bestond daar literatuur over? Voor zover ik wist, werd er in hondenland niet aan keizersnedes gedaan. Daan kwam alleen nog thuis om haastig zijn bak leeg te slurpen. Soms trof ik hem uitgeput in de tuin aan, in een peilloos diepe slaap verzonken. Een kwikkie om zijn viriliteit op te laden. 'S Nachts was hij altijd weg. In de duisternis klonk gejank van honden die verwikkeld waren in een eindeloze balts. Roepen had geen zin, hij kwam gewoon niet. Als ik wandelde, was het alleen, dubbel alleen. Het leek of ik niet meer voor mijn hond betekende dan een hospita, bij wie je een kamer huurt voor de uiterlijke schijn, terwijl je eigenlijk bij je vriendinnen overnacht. Telkens was er weer een nieuw vrouwtje loops. Omdat ze los rondstruinden en door niemand in de gaten gehouden werden, waren ze vogelvrij. Het waren net de jaren 60. Iedereen deed zo'n beetje waar hij zin in had, maar seks moest. Op een dag kwam Regina op bezoek, een vriendin, met haar hond Filou. Door mijn verhuizing waren we niet langer buren. Liepen we vroeger bij elkaar in en uit, nu gingen we op visite. "Wat is er met hem aan de hand?" zei ze geschokt toen ze Daan zag. Die was toevallig even thuis voor een powernap. "Verliefd," zei ik, "aan de lopende band kun je wel zeggen. Hij ziet er verschrikkelijk uit." "Wat wil je," zei ik, "als je slaaf bent van je hormonen?"